een bal is mijn leven. En ik denk dat de grootste kracht is dat dat vandaag de dag op mijn 29e nog steeds zo is. Ongekend. Omdat het niet de eerste keer is, zou je bijna zeggen dat het een gave is. Maar goed, kijk, er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik heb niet veel geschoten, moet ik zeggen. Dat wat ik heb geschoten is bijna altijd raak. Misschien moet ik vaker gaan schieten. Dus wat dat betreft ligt het rendement heel hoog. Maar er zitten ook ballen tussen die ik niet heb gescoord. Dus of het een gave is, laat ik allemaal maar zo. Scoort hij nu gewoon meteen. Ja, nu is het weer raak voor El Kayati. Die tweede was inderdaad iets om... Ik stond een beetje, de bal was ook iets achter me. Nadat ik eerst probeerde te dreigen om met links te schieten, komt hij om mijn rechter en schoot ik hem een beetje van onder me inderdaad. Zo richting de verre hoek. Dreigen met het schot, hij krult hem er gewoon in. Fenomenaal doelpunt van de beste voetballer van ADO Den Haag. En jij noemt het schieten. Is het schieten? Is het niet duwen? Ze zijn niet hard. Ze zijn niet echt heel hard als dat je zegt van oké, onhoudbaar voor de keeper, want het is een te hard schot. Nee, ik ben meer van het plaatsen inderdaad. Kijk, uiteindelijk ben ik wel een speler die alles op intuïtie doet en op gevoel, weet je. Dat is ook te zien in hoe ik ze raak. Maar goed, ik raak hem gewoon, eigenlijk meer als je hem paast, weet je. Dus meer eronder dan echt erboven om hem te, weet je, om echt te drukken en dat hij omhoog gaat. Ik heb liever laag, strak, dus mijn voet lager dan hoger. Ik ben wel iemand die zeker als ik 10 ballen schiet, sowieso 8 geplaatst, weet je. Als ik er dan echt 2 met mijn wreef neem, echt hard, dan is het puur voor het gevoel dat ik dat weinig doe. Weet je, dat wil ik wel trainen, maar eigenlijk echt heel mijn leven is het echt 8 van de 10 is het altijd binnenkant geplaatst. Waar zit jouw genietmoment na zo'n wedstrijd? Is dat in de bus? Is dat thuis? Is dat een dag later? Is dat misschien dagen later? Ik moet zeggen, ik vond het wel heel erg jammer dat ik na de wedstrijd, begrijp me niet verkeerd, na de pers is allemaal mooi, maar dat ik gewoon niet heel veel tijd had om te vieren met mijn team. Weet je, toen ik in de kleedkamer kwam, nadat ik bij de pers was geweest, was meer dan de helft al in de bus aan het wachten. Dat was wel een beetje jammer, want met hun wil ik dat als eerste vieren natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik vooral toen ik thuis kwam, veel teruggekeken en veel blije momenten gedeeld met mijn familie vooral. Dan komt het besef ook? Ja, dan komt het besef eigenlijk meer en ik denk misschien over een jaartje of 10 dat het besef nog meer komt dan vandaag. Is het voor herhaling vatbaar? Dat zeker. Gaat het gebeuren? Ik heb er vertrouwen in, maar of het gaat gebeuren, dat gaan we zien.